Hogeschool van Arnhem en Nijmegen komt in actie om leerachterstand weg te werken. Wie zakt voor taaltoets moet van school af. We zien dat de afgelopen jaren het niveau van het taal- en het rekenonderwijs is afgenomen. En wij vinden dat we daar iets aan moeten doen. Wandelen in beschermd natuurgebied kan de komende tijd niet overal meer. Het broedseizoen is begonnen. En sommige soorten trekken zich helemaal niks van aan. Maar er zijn ook heel veel soorten dat als er veel mensen komen, ja, die komen dan niet tot broeden. En vrijwilligers steken de handen uit de mouwen tijdens NL Doet. Zoals hier op de begraafplaats in Tiel. Begraafplaatsen onderhouden is gewoon mooi werk om te doen. Je zorgt ervoor, vooral op de Joodse, dat de geschiedenis toch wel levendig blijft. Goedenavond. Het taalniveau van PABO-studenten, dus de toekomstige docenten van onze kinderen en kleinkinderen, is gedaald volgens de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. De school wil niet wachten op de overheid en is begonnen met een verplichte taaltoets. Haal je die niet, dan moet je met de studie stoppen. Het vorige huis was groter als of dan het nieuwe. En kies welk woord jij daar zou willen invullen. Je mag overleggen hoor, zeker. We zien dat de afgelopen jaren het niveau van het taal- en het rekenonderwijs is afgenomen. Dat zien we uit internationale en uit nationale onderzoeken. En wij vinden dat we daar iets aan moeten doen. En dat wij als PABO ook daarin echt aan zet zijn. We spraken van een soort vicieuze cirkel. Want als het niveau op de basisschool en op de middelbare school niet goed genoeg is, dan komen ze hier met een achterstand binnen. Maar dan gaan ze ook weer met een achterstand weg als wij er niet aan werken. Zij moeten weer nieuwe kinderen opleiden en dan houden we die cirkel in stand. Dus gaat de hogeschool werken aan de basisvaardigheden. Dan gaat het om bijvoorbeeld taal en rekenen. Vanaf volgend studiejaar moeten de studenten een verplichte taaltoets doen die ze moeten halen. Halen ze die niet, dan gaan we ze begeleiden naar het juiste niveau om ervoor te zorgen dat dadelijk alle leraren die zijn afgestudeerd het juiste taal- en rekenniveau hebben dat ze nodig hebben om weer kinderen les te kunnen geven. Het is natuurlijk wel heel belangrijk om hoe jij zo meteen voor de klas gaat staan, ook voor je leerlingen. En dat je gewoon zelf als leerkracht gewoon echt stevig staat en gewoon echt boven de leerstof staat eigenlijk. En ik merk dat het gewoon heel erg fijn is dat je eigen vaardigheid kan ontwikkelen. Omdat ik ook tijdens het lesgeven merk dat je dat niveau echt al moet beheersen. En is het groter dan of groter als? Groter dan. Ja, het is 15 maart en dat is de start van het broedseizoen. Dat betekent dat als u komend weekend gaat wandelen, u op bepaalde plekken een verboden toegangbord tegen kunt komen. Door de sluiting kunnen vogels ongestoord op zoek naar een maatje. We mochten nog net even spieken in de uiterwaarden van Afferden met vogelaar Bram Ubbels. En daar waren de vogels al druk bezig met de eerste nestjes. Oh, leuk zeg. Ja, hij heeft een korstmosje in de snavel en die verwerkt hij in het nest. Kijk, je zit nu bij het nestje. Ja. Staartmees maken schitterend mooie nestjes. Echt met een dakje erop. Dus als het ware een soort grote cocon van mosjes en korstmosjes en spinnenwebjes. Je ziet hem er nu echt in het nestje met die staart eruit steken. Nou, ik denk dat volgende week zullen de eitjes er wel in liggen. Winterkoning. Tot 15 juli is het niet de bedoeling dat mensen van de paden gaan in natuurgebieden. En moeten honden aangelijnd blijven. Ook zijn sommige gebieden dicht, want de ene vogel is de andere niet. En sommige soorten trekken zich helemaal niks van aan. De koolmees in het vogelhuisje in je eigen tuin, zeg maar. Maar er zijn ook heel veel soorten dat als er veel mensen komen, ja, die komen dan niet tot broeden. Dus we moeten zeker nog genieten van de natuur. En er zijn ook altijd gebieden die opengesteld blijven. Maar het is wel belangrijk dat sommige gebieden tijdens deze periode voor de vogels worden afgesloten. Er zitten wat ganzen. Ja, die kunnen ook al broeden. Van de week hadden de eerste ganzen op het nest ook gezien. Juist na een periode van best wel slecht weer eigenlijk en veel regen is het deze week wat warmer. En dan zie je wel meteen dat de natuur en daarmee ook de vogels daarop reageren. Dus heel veel activiteit en de vogels hebben er zin in. NL Doet is de grootste vrijwilligersactie van ons land. Ieder jaar worden mensen op deze dag gestimuleerd om vrijwilligerswerk te doen en zo het verschil te maken voor een ander. Ook in onze provincie werd op verschillende plekken hard gewerkt vandaag. Een van die locaties is de Joodse begraafplaats in Tiel. Daphne helpt graag mee met het onderhoud van de Joodse begraafplaats. Begraafplaatsen onderhouden is gewoon mooi werk om te doen. Je zorgt ervoor, vooral op de Joodse, dat de geschiedenis toch wel levendig blijft. Interesse en respect voor het verleden is wat haar en de andere vrijwilligers drijft. Het is gewoon mooi eervol werk om te doen. Ik vind het toch altijd wel mooi als
je gewoon nog steeds kan zien dat er iemand ligt, dat er toch een persoon geweest is. En op die manier zijn we hier aan de slag gegaan. En ik moet zeggen, onze club is net zo enthousiast ermee aan de slag gegaan. En dat doen we dit al die jaren met heel veel liefde. Om ook de jeugd hier te onderwijzen in de Joodse geschiedenis van Tiel. Maar sinds de aanval van Hamas op Israël op 7 oktober niet meer. Er zijn problemen geweest bij andere schoolprojecten, waarbij kinderen gewoon geweigerd hebben mee te doen zodra het met het Jodendom te maken had. Of ze kwamen met Palestijnse vlaggen en met kreten. Heeft dat dan zin? Welke risico's loop je? Ik vind het jammer. Het doet me pijn. De directe familie van Franklin van Blijdenstein overleefde de Tweede Wereldoorlog en ligt hier begraven. De rest van de Joodse gemeenschap is vermoord door de nazi's of gevlucht. Franklin is blij met het werk van de vrijwilligers. Ze verdienen allemaal een lintje van mij, want ik vind het fantastisch werk wat ze doen. Zometeen, de bekerfinale moet nog komen, maar dat NEC het zover heeft geschopt, mag iedereen weten. Nijmeegse prominenten doken de studio in voor het finale lied. Een 21-jarige man uit Varsseveld staat vandaag terecht voor een fataal ongeluk in Westerdorp. De toen 20-jarige man botste in februari vorig jaar op een boom aan de Smollendijk in Westerdorp. Er zaten op dat moment nog drie anderen bij hem in de auto. Een 17-jarig meisje uit Doetinchem en een 16-jarige jongen uit Aalten die overleden aan de gevolgen van de klap. Uit onderzoek bleek dat de automobilist minimaal 110 reed op de weg waar je maar 60 mag rijden. Een verkeerschaos bij een overweg aan de Laan van Erica in Apeldoorn. De spoorbomen wilden gisteravond niet meer open en daardoor ontstonden er opstoppingen en vond er een kleine botsing tussen drie auto's plaats. De politie heeft handmatig de spoorbomen omhoog gehouden en verkeersregelaars hebben het verkeer in goede banen geleid. Het succes van de podcastserie De Ramp van de Phoenix van Joske Meerdink uit Winterswijk krijgt een vervolg. Voor tweede klassers van de middelbare school is het verhaal als lesmateriaal ontwikkeld. Middels een kaartspel kunnen leerlingen in de huid van verschillende personages kruipen. Een grote groep Achterhoekers ging in 1847 met het schip de Phoenix naar Amerika. Maar vlak voordat het aankwam ging het schip ten onder. Het is het grootste wetenschapsfilmfestival in Nederland. In Science. Deze week is de 9e editie van start gegaan in Nijmegen. En dat gebeurde op wetenschappelijke wijze. Want wat gaat er eigenlijk in ons om als we naar een film kijken? Hier op het Donders Instituut gaat een proefpersoon de MRI-scanner in voor een intiem kijkje in haar brein. Ik vind het niet erg dat ze daar even komen kijken. En het is ook goed om te checken dat er nog één in zit. Hier zien we haar. Dat is net als de astronaut die in de capsule zagen liggen. Een paar kilometer verderop kijkt het publiek geïnteresseerd mee met deze zogenoemde breinlanding. Nou, omdat we eigenlijk, net als in de tijd met de maanlanding, nu in het levende brein van iemand landen, terwijl deze persoon bezig is met allerlei beelden te zien die ook de mensen in de zaal hebben gezien. Regisseur Alfred Hitchcock wist als geen ander hoe je met filmtaal bepaalde gevoelens kan oproepen bij je publiek. En hij droomde ervan dat hij uiteindelijk die film helemaal niet nodig had, maar dat hij direct in mensen hun brein elektrodes kon stoppen en dan op knoppen kon drukken om ze iets te laten voelen. Daar was het hem om te doen eigenlijk, om mensen iets te laten voelen en te ervaren. Maar daar zijn we nog lang niet. Dat is ook wel logisch als je bedenkt dat de microcosmos van ons brein bestaat uit 86 miljard zenuwcellen en 100.000 kilometer aan zenuwbanen. Over 50 jaar pluggen we ons niet in de bioscoop, maar kijken we nog gewoon ouderwets naar het bioscoopscherm? Jazeker, dat zal zeker het geval zijn. En dat is misschien maar goed ook. Je kunt wel iemand in een scanner leggen en naar een film kijken. Of direct in een brein iets laten doen. Maar een film ervaren doe je ook met z'n allen in een zaal. En die gedeelde ervaring in de donkere ruimte is ook wat film bijzonder maakt. En ook wat we natuurlijk hier doen op In Science. Ja, maar liefst 53 films zijn er over wetenschap te zien tijdens In Science. En het festival duurt nog tot en met zondag. Dat NEC de bekerfinale heeft bereikt is voor veel Nijmegenaren al reden voor een feestje. Om dat wat extra kracht bij te zetten zijn een aantal prominenten uit de Waalstad de studio ingedoken. Namelijk om een NEC-lied op te nemen dat tijdens de bekerkoorts luidkeels meegezongen kan worden. Jongens, zet hem op bij rood, zwart, groen! NEC gaat het doen! Ga kus! Dansen, helemaal met mij. Ik dans een.
dit is een uniek project, NEC de bekerfinale. Dus ja, dus heel Nijmegen wordt gek, dus we willen allemaal hier aan meewerken. Het is wel een beetje rommelig, maar de sfeer is goed in ieder geval. Laten we het daarop houden. We hebben natuurlijk allemaal een prominent hier. Hè? De familie Knipping hebben we natuurlijk. We hebben Schele Daan zit erbij. We hebben Gerry, onze stadionspeaker. We hebben Paul, we hebben de Johnny's. We hebben ja, allemaal mensen die NEC een warm hart toedragen. En waar gaat het worden? 21 april. Ik heb ooit op een Feyenoord CD staan te zingen. En op een NEC CD, dus ja. Maar diep in mijn hart hoop ik dat NEC wint, toch? Ja, NEC gaat winnen en dan barst er een volksfeest los. Ik denk 3 dagen lang. Dus ik heb de eerste vergadering al afgezegd. Echt waar? Ja, zeker. Ik heb er alle vertrouwen in. Ja, straks na het nieuws kunt u weer kijken naar de Week van Gelderland met Klaas Drupsteen. Klaas, waar gaan jullie het vanavond over hebben? Hoi Linda. Ja, een jaar geleden, vandaag precies een jaar geleden, heeft de BBB een geweldige verkiezing geleid. Overal in het land waren de provinciale verkiezingen. En ook in Gelderland is het de grootste partij geworden. Ze zijn inmiddels aan de macht en wij gaan uitzoeken of er iets veranderd is in Gelderland. Sven Ratske, die speelt Marlene Dietrich in het theater. Hij was ook David Bowie al, hij maakte zichzelf niet gemakkelijk, maar krijgt daar wel heel veel lof voor. Dus dat is hartstikke mooi. We hebben hier twee vrouwen die katten achter de ramen fotograferen. Dus ja, katten achter de ramen klinkt misschien een beetje gek, maar raamkatten dus. Je staat buiten, je kijkt naar binnen, je maakt een mooie foto. En daar hebben zij een hele speciale site voor op Facebook. En Willem is vandaag weer onze barman. Ja, dat en meer dus straks in de Week van Gelderland. Tot zover het Gelders nieuws. Meer nieuws vindt u in onze app en op de site. Onder meer een grap van onze koning tijdens een werkbezoek in Zutphen. Deze is opgepakt door de internationale pers. Ja, wat dat is, dat leest u op gld.nl. Ik wens u nog een mooi weekend. Goedendag. Ja, het was een wat wisselvallige dag deze vrijdag met nog flink wat buien. Maar af en toe brak ook de zon door. Toch wel veel bewolking op deze foto en ook op deze foto. Je ziet wel heel duidelijk die onstabiliteit, die stapelwolken die konden ontstaan. En zoals gezegd, dat leverde ook een paar buien op. De zaterdag, morgen, ziet het er eigenlijk heel droog uit. Dan krijgen we een heel ander weerbeeld voorgeschoteld. En zondag volgt er dan ook weer een ander weerbeeld. We zetten het even op een rijtje. Hier zien we de buien die vrijdag over Gelderland trokken. Die trekken naar het oosten weg. Vannacht kunnen er ook nog wel een paar buien vallen, hoor. Dat zien we hier gebeuren. Maar dan een gebied met meer opklaringen. En zaterdag overdag is er dan ook echt wel ruimte voor de zon. Maar u ziet het al gebeuren. Vanuit het westen een nieuwe storing die komt binnenschuiven. En dat betekent dat we zondag te maken gaan krijgen met regen. Geruime tijd regen overdag. Heel ander weerbeeld dus dan de zaterdag. Nou, vanavond is het op veel plaatsen droog, kan wel een enkele bui vallen, temperatuur ligt rond 11 graden en juist vannacht komen nog wat meer buitjes voorbij. Temperatuur daalt naar 7 graden. De wind waait uit het zuidwesten, maar gaat geleidelijk aan draaien naar het westen tot noordwesten. In de vroege ochtend trekken de laatste buien weg en dan komt de zon steeds meer tevoorschijn. Vooral in de middag ziet het er heel aardig uit met zonnige perioden. Het is een graad of 11. En dat is misschien wat aan de lage kant, maar dat komt door de noordwestenwind die toch echt wel wat koudere lucht aanvoert. Maar verder een prima dag om buiten dingen te ondernemen. Zondag is dat heel anders, want dan trekt er een storing over en die brengt dus die regen. Het wordt opnieuw een graad of 11 en de wind draait weer terug naar zuidelijke richtingen. En volgende week blijft het wisselvallig weer. Maandag en woensdag levert nattigheid op, de dinsdag ziet er vrij droog uit en dan komt de temperatuur uit op zo'n 15 graden. Fijn weekend.